Welkom bij een nieuwe video van Kees aan de Kook. Het is maandag, 3 uur, de hoogste tijd voor een nieuwe receptvideo. Super gaaf dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we pasta tonijn maken met cheddarkaas uit de oven. En wat we er allemaal voor nodig hebben, dat ga ik jullie nu vertellen. Zo, wat hebben we allemaal voor nodig voor die overheerlijke pasta tonijn uit de oven? Twee stuks shallotjes. Drie tenen knoflook. Twee blikjes tonijn op olie. Ik pak die van Rio Mare. Dat is hele goede kwaliteit. Dat vind ik zelf de lekkerste. Cheddarkaas. 150 gram geraspte cheddarkaas. Pennen. Ik pak hier ook goede kwaliteit. Ik vond dat Checo is een goed merk. Daar hebben we 250 gram voor nodig. En tomaten op sap. Geldt weer hetzelfde voor. Pak een goed merk. Dit is een goed merk, Italiaans. Hier hebben we 600 gram voor nodig. Zo, nou, hoe gaan we dat doen? We gaan zo meteen de shallotten gaan we snipperen. De knoflook gaan we hakken. Die gaan we aanzetten in de olijfolie. Dan blussen we het af met de tomaten. Smaak maken met peper en zout. Dat laten we even 20 minuutjes doorkoken. Dan gaat de tonijn erbij. Zetten we het vuur uit. Ondertussen koken we de pasta beetgaar, deze in 9 minuutjes. En dan mengen we alles. Dan gaat het in de ovenschaal. Kaas erover. En als je gaat eten, moet je alleen nog even in de oven doen. Totdat de kaas mooi goudbruin is. En dan is je pasta klaar. Zo, nou, de tomatensaus heeft 20 minuutjes rustig ingekookt. We hebben op smaak gemaakt met wat zout, wat extra zout. De pasta heeft 9 minuten gekookt. Die gaat nu bij de saus. Net zoals de tonijn, ik heb een klein beetje de olie eraf gegoten. Ja, één blikje is gesneuveld. Die heb ik net laten vallen, die lag op de grond. Dus er moeten twee blikjes in, maar ik heb nu nog maar één blikje, dus ik doe er even één blikje in. Dat is niet zo erg, het is alleen maar om even te laten zien aan jullie. Alles even goed doorroeren. Je kan natuurlijk ook nog verse basilicum in doen, hè, of andere kruiden. Ja, dan gaat het in een ovenschaaltje. Zo. Ovenschaaltje. En dan gaat de cheddar erop. En dan gaan we zo meteen, als we gaan eten, de oven voorwarmen. 190 graden en dan bakken we de pasta tonijn op 190 graden totdat de kaas mooi goudbruin is. Er hoeft niks meer gaar te worden, want alles is gaar. Dus als de kaas mooi goudbruin is, dan is die klaar en dan kunnen we heerlijk gaan smullen van deze pasta met tonijn uit de oven. Dit was mijn versie hiervan. Zo, dit was hem weer. Dit was het recept weer voor deze maandag. Super leuk dat jullie gekeken hebben. Hartstikke bedankt daarvoor. Vergeet even niet duimpje omhoog te doen. Vergeet zeker niet te abonneren. En we zien elkaar volgende week maandag weer met een nieuwe receptvideo. Hartstikke bedankt. Tot dan. Doei doei.